Voorzitter, ons land heeft al decennia lang te maken met zeer ingrijpende veranderingen van de bevolking als gevolg van het rampzalige immigratiebeleid. Niet alleen neemt de omvang van de bevolking explosief toe, ook de samenstelling van de bevolking verandert, waarbij allochtonen ten opzichte van autochtonen een steeds groter aandeel innemen. En dat gaat ertoe leiden op deze manier dat Nederlanders een minderheid worden in eigen land, wat in de grote steden nu al het geval is. Rampzalige gevolgen, niet alleen voor de druk op de sociale voorzieningen, maar ook... De heer Van Meijeren, dit debat gaat een richting op waarvan ik denk dat veel mensen er aanstoot aan zullen geven. Dat begrijp ik niet helemaal, want we voeren een debat over asiel en migratie en volgens mij... heb ik tot nu toe alleen nog maar feiten genoemd. Die kunnen natuurlijk chockerend zijn, maar ik ben benieuwd naar de reacties. Ik wou alleen maar waarschuwen, mevrouw Piri. Ja, voorzitter, ik wil gewoon een punt van orde maken. Er worden hier nazistische omvolkingstheorieën geuit hier in de Kamer. En ik hoop graag dat u ingrijpt. Ja, voorzitter, nogmaals, volgens mij heb ik alleen maar feiten benoemd. Ik vind het lastig, de verandering van... Onze bevolkingssamenstelling, die baseer ik op informatie van het CBS. Van Dalen, de dikke Van Dalen, omschrijft dit proces als omvolking, een term die ik zelf nog niet gebruikt heb. Nee, gaat nu net een slag te ver. Ik verzoek u dit soort woorden alsjeblieft niet in de mond te nemen. En dat bedoel ik vriendelijk. En dan bedoelt u dus het woord omvolking... Juist. ...mag niet gebruikt worden in deze Kamer. Ik zou het zeer op prijs stellen als u rekening houdt met de gevoelens hier in de Kamer. Dit soort, Ja, voorzitter, volgens mij zit ik hier niet, of sta ik hier niet om rekening te houden met gevoelens van anderen in de Kamer. Ik benoem feiten, ik benoem problemen. Ik ga zo dadelijk een oplossing voorstellen en het verbieden van woorden die gewoon in de vandalen staan. Dat lijkt mij heel erg onverstandig. En daarna zou ik het ook waarderen wanneer u als voorzitter een iets neutralere positie inneemt en niet... nog voordat iemand anders in de Kamer iets gezegd heeft, al aan te geven dat u zich voor kunt stellen dat dat tot veel aanstoot kan leiden. Ik probeer het heel zorgvuldig te formuleren, meneer Van Meijeren. Ik probeer heel erg rekening te houden met iedereen hier in de Kamer. Ik geef het woord aan mevrouw Pot. Ja, voorzitter, ik zou het toch wel waarderen als u echt even iets steviger zou ingrijpen. Want ik bedoel, kom op, de tijd van vriendelijk vragen is wel voorbij hierover. Dit is echt gewoon een woord waarvan we volgens mij met elkaar hebben vastgesteld, waar zelfs allerlei bewindspersonen afstand van hebben genomen, omdat ze dat in het verleden gezegd zouden hebben. Daar vind ik ook dingen van. Maar laten we alsjeblieft nou gewoon met elkaar vaststellen dat we dit gewoon niet meer gaan doen, dat het debat niet helpt en dat we daar gewoon mee stoppen. Ja, voorzitter, nogmaals, ik zal hier te alle tijden de feiten blijven benoemen zoals ze zijn. Ik kan de feiten niet mooier maken dan ze zijn, maar het is volstrekt onacceptabel als we de kant op gaan dat bepaalde woorden of feiten in deze Kamer niet meer benoemd mogen worden. En daar biedt het reglement van orde overigens ook helemaal geen ruimte voor. Mevrouw Rakowski. Voorzitter, uiteraard moeten we hier niet de gedachte politie met elkaar gaan spelen. Maar op het moment dat er woorden worden gebruikt die regelrecht uit de nazi-literatuur komt, dan kan ik toch wel als collega aan u vragen om dit soort woorden hier niet te bezigen, omdat die een groter effect hebben dan alleen zomaar de vrijheid van meningsuiting. Nazi-theorieën hebben wat mij betreft geen plek in dit parlement of waar dan ook in Nederland. Ja, voorzitter, een persoonlijk feit. Ik word hier beschuldigd of er wordt gesuggereerd dat ik hier nazi-theorieën zou propageren. Ik zie mevrouw Rakowski zelfs instemmend knikken. Dat vind ik nogal wat. En dan hoor ik heel graag welke nazi-theorie ik volgens haar zou propageren. Mevrouw Rakowski, ik wil ingrijpen. Ik wil hier ingrijpen. Ik heb hier het reglement van orde voor, maar ik heb hier 8-16 hier. En ook een beledigen doen we hier elkaar niet. Dus ik verzoek u vriendelijk. Nee, ik verzoek u niet vriendelijk. Ik vraag u dringend dit niet meer, deze woorden niet te bezigen. Door te gaan met uw betoog of anders terug te gaan naar uw plek. Maar die opmerking over belediging was dan, neem ik, aangericht aan mevrouw Rakowski? Of... Nee. Aan de hele Kamer. Nou ja, bij mijn weten heb ik niemand beledigd. Ik zal mijn betoog vervolgen, maar toch merk ik nog even op, al is het maar voor de handelingen, dat de dikke Van Dalen omschrijft omvolking als het demografisch proces waarbij de oorspronkelijke bevolking van een gebied wordt verdrongen door immigranten. Ja, en dat mag, en daar kun je van vinden wat je wil. Wij zijn daar erg op tegen. Wij willen dat proces gaan keren. En daar ga ik graag een concrete oplossing voor voorstellen.
Voorzitter, dan misschien gewoon ja of nee antwoord. Op het moment dat woorden ook in nazi-literatuur gebruikt worden, is de partij van de heer Van Meijeren met mij eens dat we die woorden dan niet moeten gaan gebruiken in dit parlement, omdat die, ook al zijn ze misschien niet zo bedoeld, wel zo kunnen overkomen en dat het ook een manier is van goed besturen in dit parlement? Ja, voorzitter, dat wordt dan een hele vreemde gang van zaken, want de nazi-literatuur, ja, daar worden heel veel woorden in gebruikt die ik ook gebruik. Het is denk ik veel verstandiger om te kijken naar wat iemand concreet voorstelt en welke betekenis aan een woord gegeven wordt door degene die een woord gebruikt. Want op deze manier kunnen we hier natuurlijk geen normaal debat meer voeren. De heer Verhouweling maakt nu een klein sprongetje en die gaat nu zijn motie indienen of wat hij op zijn betoog beëindigen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde opmerken dat dit proces, waar wij ons ernstige zorgen over maken, uitsluitend kan worden gekeerd indien wij naast het terugdringen van immigratie ook inzetten op het stimuleren van vrijwillige remigratie. Nu weet ik dat de minister heeft aangegeven dat dat geen inzet is van het kabinet. Maar tegelijkertijd denk ik dat niemand er slechter van wordt als we dat eens deugdelijk gaan onderzoeken. Wat zijn nou de mogelijkheden voor remigratie, het juridisch kader, een vergelijking met andere landen, Denemarken, Zweden, die soortgelijke programma's op dit moment al hebben. Zodat we een goed discussiestuk hebben aan de hand waarvan we het debat kunnen voeren. En daarom de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland te kampen heeft met een demografisch proces waarbij de oorspronkelijke bevolking van ons land wordt verdrongen door immigranten, overwegende dat dit proces alleen kan worden gekeerd indien naast het terugdringen van immigratie ook wordt ingezet op het stimuleren van vrijwillige remigratie, roept de regering op te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om vrijwillige remigratie te stimuleren en daartoe eerst een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Ceder van de ChristenUnie.